We gaan zittend beginnen. Jullie mogen allemaal komen zitten op een gevouwen deken. Of eventueel op een meditatiekussen. Voor de eerste houdingen mag je zo hoog mogelijk zitten. Want we gaan in de vlinderzit zitten. En de hele les gaan we in houdingen zitten die hebben waarbij we proberen wat meer ruimte te creëren in het heupgewricht. Maar je gaat niet in de eindstand, want dan heb je geen bewegingsvrijheid meer. Dus in de vlinder zit, kan je je benen naar je toe trekken, maar je laat ze ook weer een klein stukje teruggaan, zodat je voelt van, ik heb nog beweging. En dan mag je de handen mag je onder je knieën plaatsen en mag je je borstbeen optillen. En mag je de schouders laten zakken. En je ademt rustig door de neus in en uit. En terwijl je je met je handen omhoog houdt, zeg maar aan de knieën, ga je ook met de knieën terugduwen. Dus dat je de knieën naar beneden duwt. En als het goed is, voel je dan de binnenbeenspier, de lies. Het kan zelfs zijn dat je een beetje in de billen gaat knijpen, om de knieën naar beneden te krijgen. Probeer dat zo min mogelijk te doen. Adem. En dan laten we dat weer los. En mag je de knieën weer bij elkaar brengen. En gaan we naar kleermakerszit. En vanuit de yoga wordt de kleermakerszit gedaan zonder dat je de voeten naar je toe trekt. Dus de voeten blijven in lijn met de knieën. Uiteindelijk, als de heupen het toelaten, worden de knieën zo smal dat je je ene scheen op je hiel kan laten leunen en je andere scheen op je voorvoet. En dus daar komt die uiteindelijk naartoe. Maar niet iedereen raakt. Dus je kan verschillende manieren gebruiken om dit te ondersteunen. Je kan bijvoorbeeld wat onder de heupen brengen. Bijvoorbeeld dat ei wat je hebt is echt super onder de heupen. Alleen zou ik de punt erin steken. Want dan zit je niet op een randje. Hoe voelt dat? Dus dat is al één. Als je heel erg last hebt van de enkels, dan kan je bijvoorbeeld een rolletje zo onder de enkels plaatsen. En dan geeft weer de druk uit de enkels weg. En je kan ook eventueel de handdoek gebruiken om dat gat hier op te vullen. En dus op die manier probeer je een zetel te creëren. En de kleermaker zit oefen je om je te helpen om in je meditatie rustiger te kunnen zitten. Dat het meditatie niet zo'n gevecht wordt in de benen. Nou, je hebt je benen neergelegd en gaan we twisten. Dus je gaat rustig op een inademing maak je de ruggengraat lang. En op een uitademing twist je één kant op en trek je aan je knie. En dan met je inademing kom je weer terug naar het midden. En op je andere uitademing draai je de andere kant op. En zo ga je rustig door. En we gaan onze focus leggen op de onderrug, dus aan je knie te trekken, kan je laag in de rug, net boven je heupen twisten. En minder aandacht naar de schouders. Nou, je probeert in de lage rug te draaien. Laatste keer. Bij je volgende inademing ben je weer terug naar het midden. En dan wisselen we van kleermakerszit. Dus het andere been komt voor. En weer is het dat je de voeten niet naar je toe trekt. Uiteindelijk wil je graag dat de voeten zo ver mogelijk naar buiten gaan, zodat de knieën wat smaller worden. Maar het moet allemaal wel mogelijk zijn in de heupen. En dan kan je kijken of je, bij jou leunt je scheenbeen nu wel op je voorvoet, maar nog niet helemaal op je hiel. Dus dat is, perfect. Ja. En op zich zou voor jou al uitmaken als je hoger zit. Want hoe hoger de knieën staan, hoe hoger je kan zitten. Je staat thuis, zou je bijvoorbeeld op je meditatiekussen kunnen gaan zitten. Dus dat is, als je voelt dat er beperking in de heupen zit, ga je iets hoger zitten. En dan gaan we nog een keer twisten. En op een inademing verleng je.
En op je uitademing draaien en je trekt weer aan je knie. Hè, om zo in de lage rug proberen te draaien. Daar ligt de focus. En op de inademing verleng je de ruggengraat en op de uitademing twist je. Ik vind het zelf ook lekker om aan de achterkant mijn handdoek waar ik op zit vast te pakken. En daar kan ik een beetje aan trekken. Dan kan ik met allebei mijn handen trekken. Dan kom ik nog lager in mijn onderrug terecht. Laatste keer. En dan kom je weer terug naar het midden. En mag je de benen even strekken. En mag je de enkels even draaien. Ja. En je voelt nu al dat het gaat verlengen in de liezen. En dus eigenlijk pakken we de spieren rondom de heup. Liezen binnenbeen, lage onderrug. Die overgang van je rug naar je heupen en de bilspier. Zodat er meer ruimte komt in de rug. Mag je de benen ietsjes breder neerleggen. En dan kan je eerst je rechterbeen naar je toe brengen. En die probeer je zo plat mogelijk neer te leggen. Ja, en dan mag je ei weer... En dan kan je je andere been ervoor neerleggen. Dus eigenlijk, het is niet echt een kleermakerszit. Uiteindelijk, als je heel lenig bent in de heupen, ga je er naartoe. Die ene hiel ligt hier en je ligt met je bovenkant van je voet op de grond. En je andere voet ligt ook met de bovenkant op de grond. Dat je kan het niet, maar als ik hoger zit, kan ik het wel. Dus dit is uiteindelijk de houding waar we naartoe willen. Oké. Dus één been ligt voor, één been ligt achter. Dat lukt. En dan je linkervoet, die ligt voor. Dus daar gaan we naartoe leunen. Dus we leunen naar links. Ja, mooi. En dan kan je de rechterhand of in je zij zetten. En als je geen schouderklachten hebt, kan je de rechterarm over je hoofd heen brengen. En als je dan je linkerhand en je linker elleboog een beetje ontspant, en dan kan het al een beetje zijn dat je naar de aanhechting naar de heup toe gaat. Je ademt rustig door de neus in en uit. En dan ga je met je aandacht naar je rechterknie. En dan ga je vanuit je lies, die binnenbeenspier, ga je die rechterknie naar beneden duwen. Adem rustig door de neus in en uit en ga leren die binnenbeenspier aan te spannen. Door die binnenbeenspier nu te gebruiken om je knie naar beneden te duwen. En in deze houding is het makkelijker om niet in je bil te knijpen terwijl je dat doet. En dan kom je weer langzaam terug. En dan mag je weer allebei de benen spreiden. En dan komt eerst je linkerbeen. En die leg je zo plat mogelijk neer. En daarna je andere been. En waar ze liggen, dat maakt echt niet uit. Dat is jouw heup. En uiteindelijk ga je er naartoe dat de hielen in het midden voor je in één lijn komen te liggen. Maar niks moet. En als de enkels lastig zijn, als je last hebt van je enkels, prop er een beetje wat onder. Of schuif de blokken weer onder je heupen alsjeblieft. Nou kunnen we dus naar rechts hangen. Ontspan je rechterschouder, je hand, je ademt. En je kan als je last hebt van je schouder, zet je de hand in je zij. Heb je geen last van je schouder, breng je arm eroverheen. Adem rustig door en ga dan met je aandacht naar je linkerknie. En duw die linkerknie naar beneden. Kijk of je de binnenbeenspier kan gebruiken en kan aanspannen. En dan kom je weer langzaam terug en mag je allebei de benen weer openen en kan je eventjes ruitenwissers en dan ook een beetje schommelen in je heupen. Je mag een beetje onderuit gezakt zitten, zodat eventuele spanning van het rekken en het aanspannen ook weer wat losser wordt. En dan mogen we op handen en knieën komen naar de tafelhouding. Als je wil, kan je natuurlijk altijd wat onder je knieën neerleggen.
En de armen zijn ontspannen. En we proberen zo min mogelijk met de schouders te doen. Heb je last van je polsen, zet je handen ietsjes verder naar voren. Want dan is die knik minder. Die armen mogen zelfs helemaal schuin naar voren staan. Dat je alleen maar op de duimmuis leunt. Dus als je, Anita, als je echt die knik, dan kan je echt gewoon helemaal zo, ja, kijk of dat oké voelt. En dan gaan we ons richten op de heupen. De knieën staan op heupbreedte. En je gaat je onderrug hol maken en de buik naar beneden laten vallen. En je gaat de buik innemen en de rug recht maken, niet naar buiten duwen. Dus kijk of je kan stoppen voordat je hem naar buiten duwt. En zo ga je door. De onderrug loslaten, de buik loslaten en de buik innemen. En je stuitje lang maken in plaats van de onderrug bol maken. Zo ga je door. Loslaten in de rug. Buik in en stuitje lang maken. En daarna laat je dat weer langzaam los. En kunnen we gecontroleerd gaan kwispelen. Dus je gooit je heup naar links. En dan voel je dat je aan de rechterkant oprekt. En dat je probeer dat aan te spannen. Hè, dat je die heup zo ver mogelijk naar links toe krijgt. Of dat je je zij aanspant. En dan kom je weer terug naar het midden. En dan ga je de andere kant op. Hè, dus je gooit je bil naar rechts. En je kan proberen die zijkant, die love handles aan te spannen. En dan voel je dat je het aan de andere kant oprekt. En zo ga je door. En zo kan je verlengen, die spier. Maar ook die spier wat krachtiger maken. Het is goed dat de spieren rondom de heupen sterk zijn. Dat je romp aan je benen blijft zitten. En je benen aan je romp. Maar het is ook fijn als er wat lengte en ontspanning kan komen in dit gebied. Laatste keer. En dan laat je dat weer los. En dan mag je jezelf opdrukken. En kan je één been naar voren plaatsen. En kan je jezelf eigenlijk zonder de rug te hoeven belasten proberen omhoog te duwen. Ergo coach. En dan hebben we niet in eerste houding, maar in de tweede houding wel de stoel nodig. Dus die kunnen we alvast klaarzetten. De stoel staat aan je rechterkant. Met de leuning naar jou toewijzend dat je die straks kan vastpakken. Maar eerst beginnen we in Tadasana met een brede spreidstand. Dus je kan twee vuisten plaatsen tussen je knieën. En mag je de voeten recht zetten. De hielen staan recht naar achter en het midden van je voet wijst recht naar voren. Dus tussen je tweede en je derde teen wijst recht naar voren. En dan mag je de buiklicht innemen zonder je bekken te kantelen. Het bekken blijft in een neutrale positie, niet hol en niet naar beneden geduwd. Je neemt een heel klein beetje de buik in, want dan verleng je de ruggengraat. En dan kan je de schouders ontspannen. En dan mag je alle tenen van de grond aftillen en voelen wat er met je lijf gebeurt. De knieën blijven van het slot, dus duw niet de knieën naar achteren. Alleen de tenen komen omhoog. Als het goed is, verplaats je zwaartekracht iets naar achteren. Je ademt rustig door. En je probeert die stand op de hielen zoveel mogelijk te blijven staan, terwijl je de tenen weer rustig naar beneden laat zakken. De knieën zijn van het slot, de buik is in, je borstbeen is licht opgetild en je ontspant de schouders. En we tillen nog een keer de tenen omhoog. En je voelt misschien weer dat je iets naar achteren gaat, maar minder naar achteren dan de eerste keer dat je het deed. En weer probeer je daar te blijven staan en kan je rustig de tenen weer laten zakken. De knieën zijn nog steeds van het slot. En Anita mag de billen ietsjes naar achteren brengen. De heupen, nog een beetje. Ja, dat is het. Nou staan je heupen boven de hielen. Je staat heel relaxed.
En dan tillen we de tenen weer omhoog. En dan voel je weer dat je naar achteren wordt gebracht. En eigenlijk blijf je dit voor jezelf herhalen. De tenen weer laten zakken en de tenen weer optillen. Totdat je de tenen optilt en niet meer naar achteren valt. En dan heb je jezelf weer teruggeplaatst in je botstructuur. Als het goed is, wordt het steeds minder. Dat je, als je met je tenen blijft spelen, omhoog en naar achteren, dat je steeds minder naar achter valt. Nou, het is eigenlijk een beetje de oefening van de week. Zet je een bakje koffie voor jezelf. Kijk of je eventjes voor het koffiezetapparaat kan blijven staan. En even die tenen omhoog kan tillen. Dat je jezelf weer terugbrengt naar de botstructuur. En dan laat je dat weer los. Uiteindelijk lopen we allemaal zo als we 80 of 90 zijn. Maar door die oefeningen te blijven doen en blijven naar achteren te gaan zonder die heupen naar voren te gooien. Ja, stellen we dat moment dat we er wel later nodig hebben heel lang uit. De boomhouding. We gaan op onze rechtervoet staan en je pakt de stoelleuning vast. Heb je thuis geen stoel, maak je gebruik van een krukje of iets, pak even de muur vast. Want we willen de balans eruit halen. De voet is recht, de knie is van het slot. En we plaatsen de linkervoet op de kuit. En je kan dan heel mooi dat rondje van je, de omholte van je voet op je kuit plaatsen. Als die maar niet op je knie staat. Dan mag je de buik innemen en je borstbeen optillen. Je houdt de rechterheup naar achteren. En dan ga je de linkerknie proberen naar achteren te duwen. En zonder te draaien. En dus je probeert weer vanuit die binnenbeenspier die heup naar achteren te brengen. En in deze houding is het heel moeilijk om die bilspier los te laten. Die gaat gelijk reageren als je aan de binnenbeenspier komt. Dus je kijkt of je die binnenbeenspier kan activeren en af en toe de bilspier los kan laten. Je knie mag van het slot. Je heup heeft een neiging om naar de stoel te vallen. Die neem je een klein beetje terug, dat je compacter wordt in de heupen. En dan mag je rustig eventjes de hand van de voorwerp afhalen waar je tegenaan leunt en je pakt hem weer vast op het moment dat je uit balans raakt. Want je voelt als je het even loslaat dat er allemaal kleine spiertjes actief worden die proberen jouw voet en je been en je heup te ondersteunen om te blijven staan. Laat dat toe. En hoe meer je dat toelaat, die spiertjes, hoe sterker ze worden, hoe stabieler je in je benen wordt, wat weer effect heeft op de gezondheid van je heupen. En dan zetten we de voet weer terug. Mooi, andere kant. De stoel mag mee. Als je thuis op de muur leunt, draai je even om. We gaan op je linkerbeen staan. Die voet is recht. De knieën zijn van het slot. En dan mag je je rechtervoet op je kuit neerzetten. Gaan we eerst dat linkerbeen proberen te stabiliseren. Dus je heup die heeft de neiging om naar de stoel te vallen. En dan kan je beter de heup weghalen van de stoel. Dus dat je probeert de heup naar rechts te duwen. Je knie is van het slot. Knie. En dan mag je de tenen optillen van je linkerbeen. Ja, mooi. En met die acties in je linkerbeen ga je je rechterknie een klein beetje naar achteren duwen zonder mee te draaien. Je opent in de liezen. Af en toe probeer de bilspier daarbij los te laten. De buik is in, je borstbeen is opgetild. En je gaat langzaam weer proberen met die tenen in de lucht. Om te kijken of je eventjes het waar je tegenaan leunt los kan laten. Dat je al die kleine spiertjes in die benen laat werken. Om actiever te worden. Dan is de boomhouding opeens heel anders van balans. En dan laten we dat weer langzaam los. Mooi. Even salsa dansen, dan ben je het weer kwijt. Oké, we gaan naar de driehoekshouding. De stoel mag weer naar de andere kant. Alleen nu wijst de leuning niet naar je toe. Maar je draait hem een kwartslag. Waar dan ook, als die maar niet naar je toe wijst. Dat is de belangrijkste. Dan mag je rechtervoet mag je uitdraaien. Als je een kwartslag draait, kan je de hele breedte van de mat gebruiken. Kijk je gewoon naar het raam. Ja. En dan kan je je rechtervoet die wijst naar de stoel. En je linkervoet die stap je weg. Zover als dat voor jou passend is. En als je naar je linkerhiel kijkt. Die mag je ietsjes verder naar buiten draaien.
De hiel is iets verder dan de tenen. Okay. Gaan we de benen sterk maken. Je duwt de bovenbenen naar achteren en voel je dat je je bovenbeenspieren aanspant. En die bovenbeenspieren hou je aangespannen en dan duw je de kuiten naar voren. En dan heb je, de knieën zijn van het slot en je hebt en je bovenbeenspieren actief en je kuiten zijn actief. Dan mag je de linkerhand in je zij zetten en mag je de linker schouder naar achteren brengen. En terwijl we die benen zo sterk houden en de linker schouder naar achteren, gaan we rustig naar de zitting van de stoel dalen. En terwijl je die benen zo sterk houdt en je linker schouder naar achteren. Misschien lukt het om de zitting aan te raken, niks moet, maar hou de benen gestrekt. Ja, mooi netjes. En die linker schouder naar achteren. Als het goed is, gebeurt er wat onder je linkerhand. De overgang van je rug naar je heup. Zit daar nog niet te veel strekking? Dan kan je altijd je hand verder glijden. Hou de linker schouder naar achteren, adem door. En dan komen we weer terug. Omhoog. Gaan we het rechterbeen buigen, zodat je knie boven je enkel komt. En gaan we dus diagonaal naar achteren werken. Dus en je rechterknie duw je naar achteren. En je linkerschouder duw je naar achteren. En dus dan open je dwars. En dan kan je weer met die controle in je lijf, die linkerschouder naar achter, je rechterknie naar achter, weer rustig richting de zitting gaan. Leuning is ook goed, hè? Uiteindelijk ben je hartstikke hard aan het werken in je heupen. Hou die rechterknie naar achteren. Hou die linkerschouder naar achteren. En heb je meer ruimte, dan kan je langzaam over die stoel zitting wegglijden. Hou die knie naar achteren en je linkerschouder. En blijf doorademen. Dat is eigenlijk misschien nog belangrijker. En dan kom je weer langzaam terug. Na 3 dagen krijg ik nog steeds mijn benen weer naar binnen. Andere kant. Daarna gaan we zittende houdingen doen. Dus dat scheelt. Dat is de laatste staande houding. Je draait je linkervoet open. Die wijst naar de stoel. Je rechtervoet stap je weg. En van de rechterhiel breng je iets naar buiten. Dan span je de bovenbenen aan. Dat je echt eventjes voelt dat die bovenbenen actief worden. En dan span je de kuiten aan en die duw je iets naar voren, zodat je sterke benen krijgt. Dan mag je de rechterhand in je zij zetten en draai die rechterschouder naar achteren. En dan mag je de linkerhand uitstrekken. En met die rechterschouder naar achter ga je langzaam die linkerhand laten dalen. Adem door. Op een gegeven moment voel je dat er wat onder je rechterheup gebeurt. Rug, heup, daardoor die overgang. En dan kan je langzaam eventueel ietsjes verder schuiven. Maar hou je linkerbeen gestrekt. Strekken, 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 strekken. Ja, mooi. En die rechterschouder naar achteren. Draai, 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 draai. Ja, mooi. Netjes. En dan kom je weer terug. En dan voel je meer, hè? Als je hoe preciezer je kan aansturen, hoe meer je gaat voelen. En dan mag je je linkerbeen buigen. En dan gaan we weer, dus diagonaal naar achteren duwen. Dus en je linkerknie duw je naar achteren en je rechterschouder. Je stuitje is ietsjes langer nu. Je borstbenen en je buik gaan omhoog. En met die acties ga je langzaam je linkerhand laten dalen. En hou je linkerbeen maar gebogen. En duw hem naar achteren, ietsjes meer. Ja, ja, mooi. En dan mag je met je rechterheup een beetje meekomen, Anita. Ja, dat je meer die linkerknieruimte geeft, netjes. Eventueel schuif je over de zitting wat verder weg. Gebeurt er wat onder je rechterhand? Ja. Ja, mooi, goed zo, fijn. Ja, de mensen thuis hoor ik niet, dus jullie mogen, jullie zijn mijn graadmeter. En dan komen we weer langzaam terug. En dan hebben we de stoel niet meer nodig en gaan we weer zitten. En is de riem in de buurt. Dus je kan weer op je gevouwen handdoek of deken zitten met rechte benen naar voren. En je hebt een riem of een sjaal of een
Stropdas, wat hadden we nog meer? Weerstandsband. Alles kan je gebruiken. Het op het randje zitten heeft nut. Op het randje zitten zorgt ervoor dat we wat makkelijker ons bekken kunnen kantelen. Dus vandaar dat we ietsjes hoger zitten. En dan mag je de voeten wat breder brengen. De hielen zijn naar beneden en de tenen wijzen recht omhoog. En als je nu de benen naar buiten draait en de voeten naar buiten laat vallen, kan het zijn dat je voelt dat je wat makkelijker in de rug kan gaan hangen. En als je de voeten en de benen helemaal naar binnen draait, alsof je de tenen bij elkaar wil brengen, kan het zijn dat je voelt dat je meer naar voren wilt. En dus vandaar dat ik graag wil dat de benen oprecht staan, of een klein beetje naar binnen, om die rugruimte te geven. Mag je de riem om de voeten heen gooien? De tenen wijzen ietsjes naar binnen, meer dan normaal, om de onderrug ruimte te geven. En we gaan zo recht mogelijk zitten. En dan kan je de bovenarmspier gebruiken om een klein beetje jezelf naar voren te brengen. Terwijl je de schouders naar beneden houdt. De kin is in, de nek is lang. En terwijl je hier bent, ga je proberen om de onderrug holler te maken en je borstbeen op te tillen. En dan laat je dat weer los zonder de rug naar achteren te duwen. Dus je zit rechtop, til je borstbeen omhoog en maak je onderrug holler. Dan voel je die rugspier werken en dan laat je dat weer los. Nog twee keer. En dan laten we dat weer los. Mooi. Hebben we eventjes de riem niet nodig? Die gaan we straks weer om onze voet gooien. We pakken ons rechterbeen. En dan kan je die heup een beetje gaan bewegen. Dus je probeert die knie naar achteren te brengen. En weer terug. En naar achteren te brengen. En weer terug. Dat is de oefening. Zodat je het heupgewricht wat meer ruimte gaat geven. En dan breng je het been zoveel mogelijk naar achteren. En dan leg je hem daar neer. En dan schuif je hem natuurlijk weer een klein stukje terug. Hè, dat je niet in je eindhouding zit. Uiteindelijk zou je hier er weer helemaal naartoe willen dat die bovenkant van je voet op de grond ligt. Dus je kan helemaal je been opendraaien. Dat je er naar, ik kan het alleen maar voordoen als ik smokkel, dat die zo komt te liggen. Maar dan krijg ik mijn bil niet meer op de grond. dus daar, dan weet je waar het naartoe mag gaan. En dan gaan we de riem om je linkervoet heen gooien. Dan neem je de linkerhand naar de riem. En dan gaat de rechterhand er voorbij. En als het goed is, voel je dan al wat gebeuren aan de rechterzijde en naar de liesheup. Hier probeer je je bovenlijf te ontspannen. Je ademt rustig door de neus in en uit. En terwijl je op je linkerbil blijft zitten, ga je je rechterknie naar beneden duwen. Als het goed is, kan je dan weer de binnenbeenspier aanspannen en de lies. Adem door. En dan kom je weer langzaam terug en help je rechterbeen even omhoog. En mag je het been weer strekken. En wat vaak is, is dat de binnenbeenspier eigenlijk niet zo sterk is. Dus die proberen we te activeren. En de buitenkant is juist heel sterk en compact. Dus dat is er disbalans in het heupgewricht. En dan mag je je andere been pakken. En je brengt de knie naar achteren en weer terug, zodat je vanuit je heupkop kan bewegen. En de liezen hebben heel veel met de heupkopkom te maken. Dus als je echt pijn hebt in de liezen, zegt dat heel veel over je kopkom samenwerking. En dan mag je de knie zo ver mogelijk naar achteren brengen
En zoveel mogelijk de voet naar de grond toe draaien. En dan mag je de riem om je rechtervoet heen gooien. En nogmaals, heb je nu echt last van je enkel? Heb prop iets zo, een beetje zo onder je enkel, dat je bordje vrij is. Dan klapt het enkel niet zo heel erg om. En dan kan je je rechterhand kan je naar de riem toe brengen en je linkerhand komt er voorbij. En daar probeer je de schouders te ontspannen. Je gezicht te ontspannen, je hoofd, je ademt. En dan mag je met je aandacht naar je linkerbeen. En dan mag je die knie een klein beetje naar beneden duwen. Terwijl je toch nog op je rechterbil blijft zitten. En dus het weerstand in je rechterbil. Terwijl je je linkerknie naar beneden duwt. Adem door. En dan rol je de rug weer langzaam omhoog. En mag je de benen weer meenemen. Om je benen te strekken en de enkels te draaien. Gaan we wat meer naar de bilspier toe. Je mag je rechterbeen buigen. En dan mag je je rechtervoet over je linkerbeen heen plaatsen. En dan kan je met je linkerhand aan je knie trekken, zodat je die bil zeg maar al een beetje aan het oprekken bent. En dan mag je de rechterhand achter je neerzetten en ga je draaien. En dan probeer je dus je borstbeen op te tillen, het been zo dicht mogelijk bij je te houden en draaien de heupen mee. En dan kom je weer langzaam terug en wisselen we van been. Je linkerbeen buigt, plaats je over je voet heen. En dan kan je met je rechterhand aan je been trekken. Je probeert die knie zoveel mogelijk bij je te brengen. Dat die linkerbilspier al een beetje opgerekt wordt. En dan ga je draaien. Je mag je richten op het draaien in de onderrug. Dus het maakt niet uit hoe ver de schouders gaan. Maar kijk of je de bil en de onderrug een beetje kan draaien. En dan kom je weer langzaam terug. En mag je weer nog een keertje wisselen. Dan is er nog een optie. Dus je kan of alleen je rechterbeen over je been heen zetten. Maar wat je nu ook kan doen, is dat je naar links toe gaat hangen. En dan je rechterbeen een beetje meebrengt, buigt. En dat je dan probeert weer op die rechterbil te gaan zitten. En dan gaan we twisten. Dus kijk of je een klein beetje dat been naar binnen kan halen. Je leunt helemaal naar links. Helemaal, ja perfect, ja. Je hebt geen yoga gedaan als je niet het gevoel hebt dat je in de knoop hebt gezeten. En eigenlijk, hoe meer je dat been binnen kan halen, hoe makkelijker de houding. Dus al kan je die hiel bij je bil brengen, is die makkelijker dan dat je de been hier laat liggen. En dan probeer je die rechterbil weer naar beneden te krijgen. Oh ja, echt, daar zitten we in de knoop. En dan mag je aan je rechterknie kan je je optillen met je linkerhand. Ja, mooi, netjes. En dan draai je weer naar achteren met je rechterhand. Ja, perfect. Benen in de knoop, heupen gaan los. En dan kom je weer terug. Leun je weer helemaal naar links. Ja, en dan kan je je been bevrijden en weer de benen neerzetten. Je kan meer dan je denkt. Hè? En andere kant. Je mag je rechterbeen buigen. Die gaat over je linkerbeen. Dan leun je helemaal naar rechts. Dan kan je het been zoveel mogelijk naar binnen trekken. Hè? Als je je kniebanden niet voelt. Kramp? Oh nee. Ja, de heup. Ja. En dan kan je weer kijken of je de ruimte hebt om te zitten. Uiteindelijk, als je hem
doorhebt, hè, probeer dus die linkerbil zoveel mogelijk in de kussen te zetten. En die rechtervoet, die zou dus die bal van die grote teen ook naar de grond moeten komen. Maar daar kan ik niet voor doen. Dat willen mijn heupen niet. Ja, ja hè? Dat kan je dan weer wel. Dan gaan we echt. Het is altijd ergens wel een spiertje die mee wil werken. Ik heb te korte pootjes. En dan gaan we draaien. Ja. He, dus je kan je rechterarm aan je knie trekken en dan kan je draaien en over je linkerschouder twisten. En dan kom je weer langzaam terug. Leun je weer helemaal naar rechts en bevrijd je de benen weer. Mooi netjes. En kan je even ruiten wissen en waggelen. Nee, dat is, ja. Ja, uiteindelijk mag je zelfs met je wil dan op de hiel gaan zitten. Dan brengt weer balans. Oké. Mag je de benen zo wijd mogelijk doen en dan weer een stapje terug. Hè? Dus dat je weer voelt van ik heb nog een klein beetje beweging in mijn lijf. Dan mag je de riem om je rechtervoet heen gooien. En die mag je ook met je rechterhand vastpakken. De hielen blijven op de grond. Je voeten vallen een klein beetje naar binnen. Ja, mooi. En dan mag je je rechter elleboog proberen aan de voorkant van je bovenbeen te laten komen. Dus je mag de riem bijvoorbeeld ietsjes dichter bij je lichaam vastpakken. Dat je de hand een beetje naar je toe glijdt. En probeer die elleboog voor je been te krijgen. En dan kan je de linkerhand kan je in je zij zetten. En dan gaan we dus draaien. Dus dat je die navel opendraait. Dat je linker schouder opendraait. En op die manier kijk je eigenlijk redelijk gemakkelijk naar het plafond. Zonder dat je je hoofd naar achteren laat vallen. En hou je kin een beetje in. En dan kan je met die elleboog tegen je bovenbeen gaan duwen. En met je bovenbeen tegen je elleboog aan duwen. En als het goed is, voel je dan weer wat in je linker zij waar je hand staat gebeuren. Heb je geen schouderklachten? Gooi je die linkerarm over je hoofd heen en probeer je die hand als het ware achter je been te houden. Dus je rechter elleboog is zoveel mogelijk voor je been. Je linker elleboog is zoveel mogelijk achter je been. En dan laat je dat weer los. Oh, mooi, netjes. Andere kant. Je gebruikt je linkerarm om je recht te maken. Je linkerbeen draait een beetje naar binnen. Ja, perfect. En dan mag je de hand een klein beetje dichter naar je toe brengen. En plaats je die elleboog aan de binnenkant van je been. Of aan de binnenkant van je knie. Dat ligt er maar net aan waar je uitkomt. Maar je mag landen. De rechterhand komt in je zij. Dus die linker elleboog die zit voor je been. En je rechter elleboog weer zoveel mogelijk achter je benen brengen. En dan voel je misschien al wat gebeuren onder je rechterhand. Heb je geen schouderklachten, kan je de arm over je lijf heen brengen. En ook daar weer, je onderste elleboog is voor je been. Je bovenste elleboog probeer je achter je been te brengen. De laatste actie. Kijk of je je rechterbeel een klein beetje terug kan duwen. Ja, goed zo, netjes. Adem door. Die dacht ik ga wel mee naar links. En dan laat je dat weer langzaam los. Mooi, netjes. Nou, de benen mogen weer naar binnen. De rest van de houdingen die we doen zijn eigenlijk allemaal liggend. Waarbij we nog bij de ene laatste houding de riem nodig hebben. En dan eindigen we in Savasana. Dus het is lekker om nu alvast je vest aan te trekken, je sokken aan te trekken. En je kan je deken gebruiken om je hoofd op te leggen. De riem is in de buurt. En dan mogen we met gebogen benen komen liggen.
De eerste houding die we doen is de duif, hè, op de rug. Dus je kan je linker enkel op je rechter bovenbeen neerleggen. En dan kan je omhoog komen en kan je je rechter bovenbeen vastpakken. En die neem je dan mee terwijl je jezelf weer naar beneden laat vallen. Het kostte te veel energie, hè, vanwege bijvoorbeeld je knie. Want ik weet even niet welke knie nou lastig is voor Romy. Maar als je er niet bij kan, dan gooi je de riem achter je langs. En kan je de riem op deze manier, hè, vastpakken. Dat je op deze manier je benen bij elkaar houdt. En dan blijft en je been liggen en je kan je been naar je toe trekken. Ja, dus maak gebruik van de riem als je er niet lekker bij komt. Adem. En terwijl je dat rechterbeen naar je toe houdt, probeer je je stuitje wat meer los te laten naar de grond. En want de onderrug is rond. En uiteindelijk zou je willen dat die onderrug in deze houding steeds platter wordt. En dat je je been naar je toe brengt. En als je veel bewegingsvrijheid hebt, en laat je been een beetje van je afgaan, zodat je je stuitje op de grond voelt landen. En hou je dat stuitje op de grond en trek je het been een beetje naar je toe. Dan maak je en de onderrugspier sterker en je verlengt je linkerbilspier. En dan laat je dat weer los. Ja. En mag je weer allebei de benen op de grond neerzetten. Dan mag je je rechter enkel over je bovenbeen neerleggen. En je komt omhoog. Je pakt je linker bovenbeen vast. Of de riem. Of je broek. En dan probeer je weer te landen met je schouders. Als het goed is, gebeurt er dan wat in de rechterheupbil. Adem rustig door en probeer je buik en je stuitje en je onderrug zachter te maken, naar de grond te laten landen. En heb je redelijk wat bewegingsvrijheid, hè, kan je een beetje omhoog komen en je heupen, hè, naar de grond toe brengen. Dat stuitje, je heiligbeen. En terwijl je de rug naar de grond toe houdt, kan je weer je been een beetje naar je toe trekken. Zodat je en de rugspier sterker maakt en je rechterbil. Ontspan de schouders. Adem door. En dan laat je dat weer langzaam los. En kan je de voeten lekker breed neerzetten. En gaan we, hè, naar een op de rug liggende kindhouding. Dus je kan met je handen naar de buitenkant van je benen, naar de knieholte. En kan je de knieholte kan je naar je toe trekken. En als het lukt, hè, kan je de ellebogen op de grond neerzetten en de schouders ontspannen. En lukt het niet om de knieën bij je te behouden, hè, gebruik een riem in de knieholte. Zodat je allebei de, hè, knieholtes op die manier naar je toe kan trekken. En dan mag je de handen aan de buitenkant, mag je de knieholtes loslaten. En dan gaan de handen naar de binnenkant van je benen. En dan mag je weer omhoog komen. En dan draai je de handen dat je de hielen kan vastpakken. En dan probeer je de hielen mee te nemen boven je knieën. En probeer je de hielen naar beneden te brengen. En lukt het niet, kan je altijd aan je sokken gaan hangen. Heb je alleen wat langere sokken vandaag? Heb je kniekousen? Kijk, zo is ook lekker, Anita. Gewoon lekker aan je sokken. De happy baby pose. Lang geleden dat we zo lekker ontspannen kunnen. In onze jaar nul. Of later. En je probeert de buik en de rug te ontspannen. Om die overgang van je rug naar je heupen
wat meer ruimte te geven. En dan kan je weer langzaam loslaten. En kan je de voeten op de grond laten landen. En mag je rustig je bekken kantelen. Je onderrug hol maken en dan glijdt je hoofd misschien iets naar beneden. En je onderrug loslaten. Je onderrug hol maken. De buik een beetje in en de rug weer loslaten. Zo kan je rustig even heen en weer bewegen in je bekken. En dan mag je je rechterbeen strekken op de grond. En dan mag je je linkerknie naar je toe brengen. En die kan je dan met je rechterhand vastpakken. Je linkerarm ligt breed. En je probeert die zo helemaal breed naar de zijkant. Ja, in de verlengde van je schouder. En dan kan je die linkerschouder zoveel mogelijk een beetje bij de grond houden. En dan trek je je linkerknie over je lijf heen. En dan probeer je die knie zo ver mogelijk te laten vallen. En adem je rustig door de neus in en uit. En hoor je een knakje in je rug, geen enkel probleem. Je rug breekt niet. Maar dat is lucht die ontpopt tussen de heup en je rug bij het essiegewricht. En dan kom je weer langzaam terug naar het midden. En mag je wisselen van kant. Dus je linkerbeen is gestrekt, je rechterbeen is gebogen. En die kan je met je tegenovergestelde hand. Ja, vergeet je linkerbeen niet te strekken op de grond. Ja, perfect. En dan hou je die rechterschouder in de buurt van de grond. Hè, en je draait zoveel mogelijk je been over je lijf. En je mag je schouder een beetje laten zweven. Dat die rechterknie wat verder kan. En dan kom je weer langzaam terug. En buig je allebei de benen. En gaan we naar de laatste houding, de beenstrekkers. Je mag de riem pakken en die gooi je om je linkervoet. En die mag je dan met je linkerhand vastpakken. Je rechterarm leg je breed weer naast je neer. En je rechterbeen, die leg je ook iets naar buiten. En die rechtervoet, die laat je naar buiten vallen. Alsof je de kleine teen van je rechtervoet op de grond wil laten vallen. Je linkervoet draait ook open. Dus je hebt twee, zeg maar, pinguïnvoeten. En op die manier ga je je linkerbeen naar links toe brengen. Terwijl je je rechter kleine teen naar de grond probeert te blijven duwen. Allebei de benen openen. En adem. Mooi netjes. En dan kom je weer terug. En dan mag je de riem in je rechterhand nemen. Dezelfde voet. Je andere hand. En nu gaan we allebei de benen een beetje buigen. En je kan je rechterbeen weer een beetje in het midden neerleggen. Dus je trekt het rechterbeen weer terug op de grond in het midden. En dan mag je je linkerbeen naar rechts toe laten vallen. En je kan je rechter elleboog op de grond neerzetten. En dan mag je aan de linkerkant je linkerschouder zoveel mogelijk laten vallen. En aan de rechterkant mag je je linkerbeen zoveel mogelijk laten vallen. En probeer het zachter te maken, dus minder te strekken. Je mag allebei de benen buigen, allebei de armen buigen. Je hoeft niet zo hard aan je been te trekken, zodat je laag in de rug kan komen. En dan kom je weer terug naar het midden. Laatste been, daarna gaan we liggen. Je rechterbeen komt omhoog en je linkerbeen komt gestrekt op de grond. We draaien allebei de voeten naar buiten. En je kan je linkerbeen zelfs een beetje naar buiten schuiven. En terwijl je je linkerschouder op de grond houdt, breng je je rechterbeen naar rechts. Je ademt rustig door.
En je bent nog steeds je linkerteen naar de linker kleine teen naar de grond aan het draaien. Zodat je opent in de heupen. En dan kom je weer langzaam terug naar het midden. En wisselen we nog één keertje van hand. Allebei de benen zijn licht gebogen. Je riem is in je linkerhand. En je neemt je rechterbeen mee naar links. Dan kan je de elleboog laten landen. En dan mag je aan de rechterkant je schouder zoveel mogelijk laten landen. Hij mag een beetje van de grond afkomen. Ja, aan de linkerkant kan je de voet zoveel mogelijk naar de grond laten zakken. Hè, zodat je in de lage rug en heup terechtkomt. Probeer de houding iets ontspannender te maken. Dat je minder kracht zet. En dan kom je weer langzaam terug. En mogen we allebei de benen buigen. De voeten staan heupbreedte op de grond. En je legt je armen en je hoofd op een andere manier neer. Of de handen naast je, met de handpalmen omhoog, of de handen op je buik. En dan mag je eerst een beetje met je onderrug gaan spelen. Hè? Dus weer je bekken kantelen. De onderrug hol maken en loslaten. Even de onderrug naar de grond toe duwen. En loslaten. En dat herhaal je een paar keer. Zodat je dat loslaatmoment, waarin je rug neutraal is, probeert te leren kennen. En in de neutrale stand blijven we liggen. En we gaan proberen het bekken straks niet te kantelen als we met gestrekte benen liggen. Zonder je been op te tillen, schuif je langzaam één hiel weg van je, iets wijder dan je heupen, en laat je je voet openvallen. En zonder je andere voet op te tillen, schuif je die hiel weg en laat je de voet openvallen. Heb je nu de neiging om je bekken te kantelen en te veranderen? Doe dat alsjeblieft niet. Je onderrug ligt neutraal. Daar hebben we net ons best voor gedaan. Als je vindt dat je schouderbladen punten in de grond steken, kan je de schouders wel een beetje veranderen. De kin is in, de nek is lang. En dan mag je met je aandacht naar je heupgebied, en waar je misschien eventueel wat spanning ervaart, en de onderrug, die je normaal gesproken zou oplossen door je bekken te kantelen. En dan corrigeert je lichaam, zodat je minder spanning voelt. Maar dit is eigenlijk de neutrale stand. En hier zouden we dus de spanning willen verminderen. Dus kijk of je in een neutrale stand kan blijven. En dat je contact kan krijgen met dit gebied. Je onderrug, je bekken. De buik, de liezen, de binnenkant van de benen. Met iedere inademing voel je deze gebieden. En met iedere uitademing probeer je meer los te laten, dat de spierspanning minder aanwezig is. Het helpt zelfs om daar blije gedachten aan toe te voegen. En om je in je bekken meer te ontspannen, helpt het om een glimlach op je gezicht te maken. En aan leuke dingen te denken. En je heupen worden blij van een glimlach. De heupen kunnen meer loslaten met een glimlach op je gezicht. Als de bekkenspanning of de onderrugspanning
niet helemaal weggaat, helpt het om uit te ademen door je mond, alsof je een rietje in je mond hebt. Je ademt in door je neus en je tuit je lippen alsof je een rietje wil pakken met je lippen. En op die manier adem je uit. De mond is nauw verbonden met onze bekkenbodemspieren. En de spanning in de heupen. En na jouw volgende uitademing mag je weer een diepe in- en uitademing nemen. En we gaan langzaam de tenen weer in beweging brengen. En zonder de voeten van de grond af te halen, glijden we één voet over de grond, zodat de knie weer buigt en kan je je voet weer neerzetten. En zo kan je ook je andere been binnenhalen en ontspan je de buik en de rug weer. En misschien voel je dat je rug nu veel platter ligt dan dat je aan het begin lag voor de houding. En hier kunnen we rustig de knieën naar links en naar rechts bewegen. En we tillen de voeten niet van de grond, want wanneer we de voeten van de grond tillen, maak je de liezen weer korter. Span je de onderrug en de heupspieren weer aan. En die hebben we nu hopelijk juist wat ruimte gegeven. En hier kan je op je rechterzij rollen als dat bij je past. Hè? Naar links mag het ook. Dan kan je rustig even de ogen openen. En mag je jezelf opdrukken, zodat je kan komen zitten. Ik wil blijven liggen. Lag wel lekker. Ja, hè? Nou ja, thuis kan je gewoon lekker blijven liggen. Zo. Nou ja, dankjewel dat jullie hier in de zaal meededen en dat jullie thuis meededen. Namaste. En nou.